Goedemorgen allemaal. Welkom op dit webinar rond code 95 vakbekwaamheid voor vrachtwagenchauffeurs in samenwerking met VAB Rijscholen. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen en zien. We gaan vandaag dit webinar organiseren en we zijn met 58 volgers vandaag. Een aantal van jullie, zo kan ik zien, zijn al online en luisteren al en horen ons al. Een aantal van jullie zullen in de komende minuten aansluiten. Tijdens mijn uitleg om het webinar op gang te schieten, zullen systematisch de mensen beginnen aansluiten. Intussen vraag ik al of degenen die nu al online zijn mij goed kunnen horen en verstaan. Mocht er toch een probleem zijn, u ziet in het uitklapveld op uw scherm rechts het knopje Questions. Aarzel niet om eender welke vraag te stellen. We hebben een collega die online meeluistert en technisch iedere vraag van jullie zal beantwoorden om te zorgen dat jullie vlot kunnen meevolgen. Intussen stel ik mezelf even voor. Mijn naam is Inge Houben. Ik ben sectorconsulent voor de provincie Vlaams-Brabant. Nu, jullie zijn niet met z'n 58e afkomstig of ingelogd vanuit Vlaams-Brabant. Maar weet dat als het gaat over vrachtwagenchauffeurs en over de code 95, dat ik jullie aanspreekpunt ben voor heel Vlaanderen. U kan mijn gegevens hier op dit scherm bij de PowerPoint terugvinden en ook online. Ik ga jullie dus straks ook de weg naar de site wijzen waarop het allemaal terug te vinden valt. Ik zie dat ondertussen al heel wat meer mensen online zijn, dus het begint vlot te lopen. Nu, dit is niet het eerste webinar dat het VFU organiseert. Vandaag is zelfs ons zesde al. Het is een nieuwe manier om binnen een vrij kort tijdsbestek veel mensen te kunnen bereiken. Het webinar dat we vandaag geven over de code 95 voor vrachtwagenchauffeurs deden we al eerder in Wallonië in het Frans. We hebben ook al webinars georganiseerd over onze eigen werking. Wat doet het VFU en wat kan het VFU voor u betekenen? We hebben al webinars gedaan in samenwerking met VDAB rond alles van werkplekleren en maatopleidingen, accountancy, tax en finance. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, hoeft ook niet. Maar straks ga ik jullie wel tonen op de site waar de webinars terug te vinden zijn. Waarom is dat van belang? Zoals op deze slide te zien is, kun je opnames en informatie sharen. Dat wil in concreto zeggen dat alles wat jullie vandaag horen en zien, zowel wat ik vertel als wat Philippe van Alboom straks gaat vertellen, en veel belangrijker is dan mijn inleiding, gaat binnen de 2 uur na einde van het webinar online staan op onze site en kan dus op eender welk moment opnieuw geconsulteerd en geopend worden. Tweede zeer belangrijke reden waarom we dit met plezier doen, is de enorme tijdswinst. Er hebben vandaag maar 2 mensen grijs haren gekregen van de files, en dat zijn Philippe en ik. De 58 anderen kunnen dit webinar volgen vanuit hun luie stoel of hun bureaustoel. Dus fileproblematiek heeft vandaag voor jullie geen invloed gehad. En wel een enorme tijdswinst om binnen dit en een uur goed geïnformeerd te zijn over toch wel een complex thema. Bovendien is er interactie. Die interactie die gaat opnieuw aan de rechterzijde, zoals ik zei, via questions. Ben bijna zeker dat er straks tijdens de uitleg van Philippe heel wat vragen zullen komen over rijbewijzen, wat waar te vinden en over wetgeving. Philippe en ikzelf kunnen die vragen perfect zien als u die intypt via questions. Aarzel ook niet, doe dat, zodanig dat u een vraag over uw parcours ook niet vergeet te stellen. Typ ze gerust in. Weet dat wij die vragen zien, maar ze wel even parkeren. Dat wil zeggen, Philippe gaat heel zijn uitleg geven over de code 95, de vakbekwaamheid. En op het einde daarvan gaan wij systematisch jullie vragen één per één beantwoorden en in de groep beantwoorden. Dus iedereen kan de vraag als ook het antwoord van Philippe meteen live zien. En dus dat betekent ook dat al die vragen en die antwoorden achteraf op onze site te consulteren vallen. Code 95 voor vrachtwagenchauffeurs, daarom zitten we hier vandaag. Het is en blijft ingewikkelde materie. De afgelopen 3 à 4 jaar, ik denk dat ik even naar Philippe moet kijken om de precieze timing te zien, hebben wij samen met VAB Rijscholen en nog een paar andere partners al ruim 9.000 mensen opgeleid. Jullie mensen, jullie chauffeurs, kandidaatchauffeurs.
Officieel is de uitleg dat code 95 een aanvulling is op het rijbewijs, verplicht voor alle professionele bestuurders in de categorieën C, CE en D. Nu, zoals jullie allicht weten of niet weten, dan zeg ik het nu, richt het VFU zich vooral op de categoriegroep C en CE. Wij persoonlijk richten ons iets minder op de buschauffeurs, maar mocht u vragen hebben over de code 95 voor buschauffeurs, kan u natuurlijk altijd bij Philippe en bij VAB rijscholen terecht. Het is dus een opleiding die men dient te volgen bovenop het rijbewijs, voor iedere houder van het rijbewijs. En niet alleen moet je ze eenmalig volgen, maar eenmaal dat je de vernieuwing hebt, moet je die om de 5 jaar opnieuw volgen. En wij merken aan de vele vragen die desondanks dat we al 3 of 4 jaar dit samen doen, dat het nog altijd hot issue is en dat er veel uitzonderingen zijn en dat het best ingewikkelde materie is. Daarom dit webinar en stel dus je vragen. De questions and answers, zoals gezegd, in de questions box. Wil u in contact blijven met het VFU hierover of over andere dingen? Ik wijs jullie straks de weg naar onze site. U kan ons volgen op LinkedIn. U kan met ons mee twitteren. Dat mag ook nu of tijdens het uitleg van Philippe. Wij gaan dat zelf straks ook doen. U kan ook alles bekijken op ons YouTube-kanaal. En mochten er toch nog resterende vragen zijn, we hebben een algemeen infoadres waar u op ieder moment terecht kan. Genoeg voor wat mij betreft. Ik zei al, de uitleg over de code 95 is geen eenvoudige materie. Daarom dat wij ook een specialist in huis hebben gehaald vandaag, die jullie op weg gaat helpen hiermee. En ik geef zo dadelijk het woord aan Philippe van Alboom. Hij is National Account Manager van VAB Rijscholen en onze steun en toeverlaat als het gaat over de code 95 voor vrachtwagenchauffeurs. Goedemorgen, ik ben Philippe van Alboom. Ik ben National Account Manager bij VAB Rijschool. En ik ga jullie proberen deze voormiddag een beetje wegwijs te maken in het behalen van de verschillende rijbewijzen. Rijbewijzen met en zonder vakbekwaamheid. Nu goed, ik ga eventjes kijken of mijn scherm klopt. Voilà, waar ga ik het met jullie deze voormiddag over hebben? Wel, vaak krijgen jullie de vraag van, kijk, ik wil een rijbewijs C of ik wil een rijbewijs D voor de vrachtwagen, voor de bus. Wat nu? Hoe pak ik dat aan? Waar moet ik naartoe? Wat is de vakbekwaamheid? Jullie hebben er vaak al het een en ander over gehoord. Maar wie moet nu voldoen aan de vakbekwaamheid? Zijn daar bepaalde criteria voor? Zijn daar vrijstellingen voor? Als er al vakbekwaamheid is, dan is er uiteraard ook een code 95. Wat moet de chauffeur doen om die code 95 te gaan verlengen? En welke opleidingen zijn verplicht of welke opleidingen zijn ook weer niet verplicht? En hangt dat ook af van wanneer ik nu net mijn rijbewijs C of D heb behaald? Heb ik alles tot een goed einde gebracht? Heb ik 5 opleidingen gevolgd? Oké, wat zijn de volgende stappen om uiteindelijk mijn nieuw rijbewijs te kunnen valideren en uiteindelijk als vrachtwagen of buschauffeur de komende 5 jaar met een gerust gemoed terug aan de slag te gaan? Goed, eerst en vooral de vraag. Heel veel toekomstige chauffeurs die zijn geïnteresseerd in het beroep of die willen op de arbeidsmarkt als chauffeur aan de slag en hebben uiteraard een rijbewijs voor de vrachtwagen of voor de bus nodig. Wat zijn in eerste en vooral de verschillende stappen om te gaan doen? Wel, als je een rijbewijs wil gaan behalen, rijbewijs C of D, dan moet je uiteraard eerst en vooral gaan aankloppen bij de rijschool. En men gaat dus stevast de vraag stellen van, kijk, meneer, mevrouw, waarvoor heeft u dat rijbewijs effectief nodig? En men gaat u dus de keuze laten tussen een rijbewijs C of D met vakbekwaamheid of een rijbewijs C of D zonder vakbekwaamheid. Nu, u kan de rijbewijs of kan het rijbewijs ook op eigen houtje nog gaan behalen, maar laat ons eerlijk zijn, in 99% van de gevallen tegenwoordig wordt dat op een professionele manier via de rijschool geregeld. Ik ga eventjes heel kort zijn. Een rijbewijs C of D zonder vakbekwaamheid, dat is een korte opleiding. Dat is een opleiding zoals die ook altijd in het verleden werd georganiseerd.
En dat is eigenlijk een rijbewijs waarvan je kan zeggen van oké, ik gebruik de vrachtwagen of de bus voor occasionele doeleinden. Dus laat ons eerlijk zeggen, minder voor professionele doeleinden. Maar goed, kort, ik wil het eventjes meegeven. Je hebt uiteraard, om dat rijbewijs te gaan behalen, een theoretische opleiding nodig. Een theoretische opleiding van 1 dag, waarna je effectief ook het theoretisch examen in het examencentrum kan gaan afleggen. U hoeft daar 41 op 50 te gaan behalen. Bent u geslaagd? Dan kan u afspraken maken voor een praktijkopleiding en uiteraard ook een praktijkexamen. Je zit daar met een wettelijk minimum van 8 uur, waarna je effectief ook een examen in het examencentrum kan gaan afleggen. Het praktisch examen in het examencentrum voor rijbewijs C zonder vakbekwaamheid, dat bestaat uit manoeuvreertechnieken, parkeeroefening, laat loskade en rit op de openbare weg. En u ziet het daar staan van maximum 45 minuten, waar men eigenlijk een beetje gaat toetsen of u de regels van de wegcode nog kan checken. Goed, het rijbewijs C met vakbekwaamheid, dat is toch wel belangrijk waar we het vandaag effectief over gaan hebben. Rijbewijs C met vakbekwaamheid heeft vooral te maken met chauffeurs of toekomstige bestuurders die onder professionele omstandigheden het rijbewijs gaan gebruiken. Ik denk dan vooral aan vrachtwagenchauffeurs, chauffeurs die vaak in de distributie aan de slag gaan en chauffeurs die, laat ons zeggen, gemiddeld toch meer dan de helft van hun tijd de vrachtwagen gaan gebruiken. Dan ga je ook zien dat sinds 10 september 2009 die opleiding voor het behalen van dat rijbewijs, C met vakbekwaamheid of D met vakbekwaamheid, toch wel serieus wat uitgebreider is geworden. Tot voor die datum, tot voor 10 september 2009, had elke chauffeur die het rijbewijs C wou gaan behalen voor professionele doeleinden, eigenlijk voldoende aan de procedure zoals je daar links in uw scherm ziet, rijbewijs C zonder vakbekwaamheid. Vanaf 10 september 2009 is dat veranderd en is het examen toch wel een stuk uitgebreider geworden. Ook de opleiding tot het behalen van dat rijbewijs is ook een stuk moeilijker geworden voor de toekomstige chauffeurs. U ziet het daar ook meteen staan. Je hebt een 2-daagse theoretische opleiding die kan gevolgd worden om u klaar te stomen voor toch wel, en u hoort het goed, 3 examens rond vakbekwaamheid. Je hebt een examen van 100 vragen over de wegcode, een examen case studies, waar je toch een aantal belangrijke vragen krijgt over ladingzekering, rij- en rusttijden, eco-driving, defensief rijden. En u ziet het daar ook goed, een mondeling examen, waar u ook toch 80% moet op gaan halen. Bent u geslaagd voor het theoretisch gedeelte? Dan kunnen we overstappen naar het praktisch gedeelte. Praktisch gedeelte, waar we 16 uur praktijkopleiding voorzien, om u toch wel klaar te stomen voor het 3-luik praktijkexamen. De rit op de openbare weg van 90 minuten, dubbel zo lang als de andere examens. Een opleiding rond basiskwalificatie, dat is eigenlijk meer opleiding rond ladingzekering. En uiteraard de manoeuvreertechnieken niet te vergeten, die toch ook wel heel belangrijk zijn. Dus u ziet het vandaag, code 95, opleiding vakbekwaamheid is toch een stuk ingewikkelder, een stuk moeilijker geworden dan in het verleden, als het gaat enerzijds naar de opleiding toe. En ik ga al eventjes kijken naar de volgende slide. Voilà. Wat is vakbekwaamheid en zijn er bepaalde criteria en vrijstellingen? U hebt mij daarnet al horen zeggen van kijk, als je de vrachtwagen occasioneel gaat gebruiken, dan zit je met een C-rijbewijs zonder vakbekwaamheid. Als je het rijbewijs voor professionele doeleinden gaat bereiken of gaat volgen, dan zit je uiteraard met die vakbekwaamheid. Goed. Wat is die vakbekwaamheid nu? Eigenlijk is dat een aanvulling, en u heeft het daarnet ook gezien, op het klassieke rijbewijs, verplicht voor alle bestuurders van de categoriegroepen C en D, als je gaat gaan voor professionele doeleinden. Dan zou het bovenop het rijbewijs gehaald worden, en, niet belangrijk, die code 95, die dan achteraf op je rijbewijs komt, is slechts 5 jaar geldig. Ja. Code 95, gaan we straks ook zien, is effectief aangeduid op het rijbewijs.
Die kunnen dus ook effectief bij het opvragen van de rijbewijzen gaan checken of de chauffeur al of niet in het bezit is van de code 95. Hoe kan je die verlengen? Heel simpel, 35 uur opleiding volgen in een erkend opleidingscentrum. U herkent ze aan het nummer OC van opleidingscentrum, erkend bij het ministerie, de Federale Overheidsdienst Mobiliteit voor Brussel en Wallonië, en dan mobiliteit en openbare werken voor Vlaanderen. Goed. Welke criteria bepalen nu de vakbekwaamheid? Dat is eigenlijk de hamvraag die wij ook stellen als kandidaten. Van kijk, wat ga je nu effectief doen als chauffeur? Je komt naar de rijschool, u ambieert een job als chauffeur. Dan gaan we toch eens moeten gaan kijken van oké, de aard en de activiteit van uw beroep bepaalt of je effectief al of niet uw vakbekwaamheid nodig hebt. En ik overloop ze eventjes heel graag met u. Er zijn een aantal vrijstellingen waarvan we kunnen zeggen van kijk, voor die of die activiteit heeft u geen rijbewijs C nodig met vakbekwaamheid, maar volstaat eigenlijk de klassieke manier, u heeft daar straks ook gezien, de theorie, 8 uur praktijk en dan het examen af te leggen. U hoeft daar ook verder niks mee te doen. Eenmaal dat rijbewijs verkregen zonder vakbekwaamheid, hoeft u enkel en alleen uw medische keuring om de 5 jaar nog te gaan verlengen. Maar er zijn uiteraard ook een aantal vrijstellingen die we graag eventjes overlopen. Welke chauffeurs hoeven geen code 95 te hebben? Dat zijn bestuurders van voertuigen waarvan het voertuig maximum 45 km per uur kan rijden. Dan denk ik aan, laten we zeggen, de tractoren vooral. Bestuurders van brandweervoertuigen, politie, civiele bescherming, zij zijn ook vrijgesteld in hun activiteit voor voertuigen met plus 3,5 ton. Lesvoertuigen, lesgevers, VAB Rijschool, van andere rijscholen, hoeven ook geen code 95 te hebben om hun lessen te kunnen geven aan toekomstige chauffeurs. En uiteraard ook iemand die naar de garage gaat voor onderhoud, herstellingen met zijn voertuig, heeft ook geen vakbekwaamheid nodig. Onderaan, dat is niet commercieel, wat bedoel ik daarmee? Als je morgen bijvoorbeeld een mobiloom gaat gebruiken of je rijbewijs gaat behalen plus 3,5 ton om de mobiloom te gaan besturen, dan heeft u ook geen code 95 nodig. Als u morgen een lichte bestelwagen van plus 3,5 ton of een kleine vrachtwagen of een vrachtwagen gaat huren plus 7,5 ton, dan heeft u eigenlijk ook geen vakbekwaamheid nodig, zover het gaat over niet-professionele doeleinden natuurlijk. Maar dan heel belangrijk is eigenlijk de volgende slide. En daar wil ik het met u toch wel eventjes over hebben. De hamvraag die toch wel belangrijk is om te gaan bepalen of iemand vakbekwaamheid nodig heeft of niet, staat eigenlijk onderaan op uw slide. Nu, iemand die voertuigen bestuurt, waarvan men apparatuur, materiaal of machines vervoert, die de bestuurder nodig heeft voor zijn werk, maar het vervoer is niet de hoofdactiviteit van de bestuurder, dan kunnen we eigenlijk gaan besluiten dat die persoon of dat de bestuurder niet in het bezit moet zijn van de vakbekwaamheid. Ik geef u graag een mooi voorbeeld daarvan. Als u zegt van kijk, ik heb een bouwchauffeur. En die bouwchauffeur of die aannemer die heeft een vrachtwagen gekocht en die vertrekt 's morgens naar de werf. En hij vervoert bakstenen, vervoert zijn kruiwagen, vervoert al het materiaal dat hij nodig heeft om zijn job te kunnen uitvoeren op de werf. 'S avonds terugkeert naar het bedrijf. Dan kunnen we eigenlijk besluiten dat deze chauffeur eigenlijk in zijn specifiek geval geen vakbekwaamheid nodig heeft. Waarom? Het is occasioneel vervoer. Hij vervoert apparatuur, materiaal, machines. Hij heeft het nodig voor zijn werk en dat vervoer is op zich niet zijn hoofdactiviteit. Zijn hoofdactiviteit is het, laten we zeggen, bouwen van gebouwen, hè, in dat geval. Hebben we dezelfde chauffeur, niet onbelangrijk, die actief is in een bouwfirma en die op pad gestuurd wordt om de bouwmaterialen bijvoorbeeld te gaan leveren aan de verschillende werven, dan zitten we in een hele andere situatie. Dan vervoert hij effectief wel apparatuur, materiaal of machines. Hij heeft het materiaal niet nodig om zijn werk uit te voeren, want zijn hoofdactiviteit
is in dat geval het vervoeren van het materiaal om dat tijdig ook op de werf te krijgen. Hij gaat het materiaal leveren aan derden, aan zijn collega's bijvoorbeeld. En in dit geval is zijn vervoer wel de voornaamste activiteit die hij dan uitvoert op de dag. Waarom geef ik u die twee voorbeelden en vooral ook vanuit de bouwsector? Zien we toch vaak dat heel veel chauffeurs achteraf ook bij u terechtkomen met dergelijk rijbewijs. Men heeft de rijbewijs C. Men heeft de rijbewijs C zonder vakbekwaamheid, omdat men bijvoorbeeld in deze situatie men toevallig vrijgesteld was in de vorige job. Men ambieert een job als chauffeur. Men ambieert een job als bijvoorbeeld distributiechauffeur. En dan zie je ook vaak dat men wel een rijbewijs C heeft, maar geen rijbewijs C heeft zonder vakbekwaamheid. Dus daar wil ik uw aandacht wat eventjes op vestigen, dat deze personen niet voldoende hebben aan 35 uur, om dan een code 95 te verkrijgen, maar ze eigenlijk een rijbewijs opnieuw zullen moeten afleggen. Vandaar het verschil tussen een rijbewijs C zonder vakbekwaamheid en een rijbewijs C met vakbekwaamheid. Kom je chauffeurs tegen die een rijbewijs C hebben zonder vakbekwaamheid, dan gaan zij opnieuw hun rijbewijs ook moeten gaan afleggen. Vandaar ik ook eventjes het verschil meegeef. Goed, wanneer moet de chauffeur nu zijn code 95 verlengen? Dat is toch wel belangrijk, omdat we moeten rekening houden met een aantal data. En data die ook terug te vinden zijn op het rijbewijs. En vragen die we toch bijna zo goed als dagelijks van jullie krijgen, van kijk, kan je eens checken, de persoon heeft zijn rijbewijs op die of die datum behaald. Welke opleidingen gaat hij moeten volgen? Zit daar al of niet de verplichte praktijkopleiding al in? Is die al klaar? Wat moet hij nog gaan doen? Er zijn daar wel heel wat vragen die we daar krijgen. Om u een klein beetje duidelijkheid te geven, ga ik met jullie door een aantal voorbeelden van rijbewijzen. Voorbeelden van rijbewijzen die allemaal behaald zijn op verschillende data. En dat is wel belangrijk dat u die data zeker noteert of bijhoudt als u advies wil geven aan toekomstige chauffeurs of aan bedrijven wat hun chauffeurs effectief ook moeten gaan doen of volgen. Ik geef u graag een eerste voorbeeld. Dat is een voorbeeld van een chauffeur die zijn rijbewijs C heeft behaald op 21 september in 2007. Dat wil zeggen voor de toenmalige deadline 9 september 2009. Dat wil zeggen dat deze persoon toen 7 jaar tijd had om zijn code 95 te verlengen. Deadline van de code 95 was 9 september 2016 voor de eerste verlenging. Nu, u ziet daar ook al in het voorbeeld direct van, kijk, de code 95 vind je in vakje 12. U ziet daar staan 95 en u ziet daar nog altijd staan 9-9-2016. Wat wil dat zeggen? Dat deze persoon zijn rijbewijs heeft behaald voor de toenmalige eerste deadline. Heeft een gewoon klassiek rijbewijs C behaald. Toen bestond de vakbekwaamheid nog niet. Heeft een overgangsmaatregel gekregen van 7 jaar om zijn rijbewijs C met vakbekwaamheid te verlengen. Heeft dat niet gedaan, omwille van diverse redenen. En heeft eigenlijk gewoon een nieuwe rijbewijs aangevraagd op basis van medische keuring. Zie je daar in vakje 11, medische keuring, dat nog geldig is tot 14-11-2022. Dus als u zo iemand op kantoor krijgt, die zegt van kijk, ik ambieer toch het beroep van vrachtwagenchauffeur, dan kan u hem aanraden in zijn geval dat hij gewoonweg terug 35 uur opleiding moet volgen. 5 opleidingen van telkens 7 uur, gewone theoretische opleidingen, om dan zijn code 95 verlengbaar te krijgen tot in dit geval 2021. Dat is eigenlijk al een eerste voorbeeld van welk type chauffeur u mogelijk over de vloer kan krijgen. Het tweede voorbeeld is een voorbeeld van een iets klassieker, ouder type rijbewijs, van iemand die toch wel al x aantal tijd zijn rijbewijs C en D heeft. Hè. U ziet het daar. Het rijbewijs, zowel voor de bus als voor de vrachtwagen, werd behaald in 1983, toen op het moment nog dat men eigenlijk geen theorie- of praktijkexamen moest gaan afleggen voor het rijbewijs.
De medische keuring is ondertussen ook al vervallen. Zie je daar 2016 staan. En in de kolom met de beperkte vermeldingen, dan zie je daar ook rechts de code 95 staan. De 95 met de 9916 op vermeld. En nog andere codes. Nu, ik ga u de lijst voorlopig besparen, maar op het oude rijbewijs ga je ook heel veel beperkingen met andere codes gaan terugvinden. 0101, dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat deze persoon een bril of lenzen gaat moeten gaan dragen. In het nieuwe rijbewijs staan die beperkingen niet allemaal meer specifiek daarop vermeld. Een ander voorbeeld van een rijbewijs is een persoon die zijn rijbewijs behaald heeft na de deadline. We hebben daar daarnet twee personen gehad die een rijbewijs behaald hebben voor 10 september, of 9 september 2009. En deze persoon heeft zijn rijbewijs behaald na 9 september 2009. De deadline daar is, laten we zeggen, binnen de 5 jaar na het behalen van dat rijbewijs moet u sowieso uw vakbekwaamheid hebben verlengd. U ziet daar het rijbewijs behaald in 2010. Medische keuring is ook maar geldig tot april 2015. En de code 95 is ondertussen ook al vervallen op 18, of als ik het goed lees, 18-6-2015. Dus daarnet, als we even kijken naar het vorige rijbewijs, iedereen die zijn rijbewijs behaald heeft voor 10 september 2009, heeft een overgangsmaatregel gekregen van 7 jaar. Dus daar was de deadline 10 september 2016 om zijn code 95 te verlengen. Iedereen die zijn rijbewijs behaald heeft na 10 september 2009, die moet eigenlijk zijn code 95 verlengen binnen de 5 jaar na het behalen van dat rijbewijs. De verlenging van die code 95 gebeurt heel gemakkelijk door 35 uur opleiding te volgen. Het maakt ook op dat moment nog niet uit welke opleiding je volgt, zolang het maar een erkende opleiding is. Dus als u zegt van kijk, ik volg 5 theoretische opleidingen, is dat in principe ook nog meer dan voldoende. Maar dan heel belangrijk, in 2013, 1 februari, is er een wijziging gekomen in de wetgeving rond de code 95 en vooral over de opleidingen die verplicht dienen gevolgd te worden. Tot voor 1 februari 2013, u had de keuze, rijbewijs C met of rijbewijs C zonder vakbekwaamheid, kozen voor rijbewijs C met vakbekwaamheid, dan volstond het om 5 erkende nascholingsopleidingen te volgen, theorie maakte niet uit. Als u nu het rijbewijs C met vakbekwaamheid heeft behaald na 1 februari 2013, dan had u geen keuze meer. En dan moet u sowieso 35 uur opleiding volgen. Maar dan gaat u straks ook wel merken dat daar verschillende verplichtingen rond zijn. En u ziet het hier in dit geval. Rijbewijs behaald op 2 oktober 2013. Medische keuring is uiteraard ook maar 5 jaar geldig. 24-3-2018. En de code 95 ook geldig tot 26-9-2018. Dus ook maar 5 jaar in dit specifieke geval. Goed, welke opleidingen zijn verplicht te volgen? We hadden het daarnet al even over de verschillende opleidingen, enkel theorie of enkel en alleen de praktijkopleidingen. Nu sowieso enkel en alleen de theoretische opleidingen voor chauffeurs die een rijbewijs C behaald hebben voor 10 september 2009. Dus eigenlijk in de eerste cyclus. Chauffeurs die een rijbewijs C of D met vakbekwaamheid behaald hebben voor 1 februari 2013, hoefden eigenlijk ook alleen maar 35 uur opleiding te volgen, maar dan alleen maar theoretische opleidingen. En de chauffeurs die een rijbewijs C of D met vakbekwaamheid behaald hebben na 1 februari 2013, zij moeten natuurlijk wel opletten dat ze de juiste opleiding gaan volgen, maar er is ook nog een maar. Chauffeurs die nu voor de tweede keer een vakbekwaamheid gaan verlengen, die moeten ook voldoen aan dezelfde voorwaarden van alle chauffeurs die een rijbewijs C of D hebben gevolgd na 1 februari 2013. Dus samengevat, krijgt u een persoon over de vloer, kijk dan goed naar het rijbewijs, van heb ik dat behaald na of voor
9 september 2009. Is dat behaald na 9 september 2009? Of heb ik dat behaald voor 1 februari 2013? Of na 1 februari 2013? En dan kan u effectief goed gaan bepalen van oké, in welke opleidingscategorie ga ik die persoon opleidingen moeten laten volgen, al of niet in een aantal verplichte categorieën. Ook best eens checken, is het de eerste verlenging of is het de tweede verlenging van zijn code 95. Goed, ik heb het rijbewijs behaald na 1 februari 2013 of ik zit in de tweede nascholingscyclus. Dat wil zeggen van oké, ik heb geen vrije keuze meer van welk type opleiding ik ga moeten volgen. Wat ga je moeten doen? Ik moet minstens 1 module kiezen uit de onderstaande categorieën. Dus MOW en FOD hebben eigenlijk de categorieën bepaald waarbinnen de chauffeurs opleidingen zullen moeten volgen. Dat is wettelijk bepaald. En men heeft gezegd van kijk, chauffeurs, in het verleden hebben jullie altijd zelf mogen kiezen. Theoretische opleidingen, men koos soms 5 verschillende theoretische opleidingen. Anderen kozen omwille van diverse redenen een paar keer dezelfde. Die altijd toch wel evident. Maar goed, men wil eigenlijk het professionalisme daar toch iets meer in krijgen en meer, laten we zeggen, de opleidingen onderverdelen in een aantal categorieën die toch wel een meerwaarde kunnen geven aan, laten we zeggen, de ervaringen van de chauffeur en ook in de educatie, de opleidingen van de chauffeurs. Wat heeft men gedaan? Men heeft gezegd van kijk, laten we iets opzetten rond rationeel rijden. Straks ga ik er ook verder op in. Laat de chauffeur iets volgen rond het toepassen van de voorschriften. En laat de chauffeur ook iets volgen rond gezondheid, verkeer, milieuveiligheid, dienstverlening, om toch wel, laten we zeggen, hem meer background daar rond te kunnen geven, ook rond logistiek. Goed, thema rationeel rijden, dat is het thema uit de categorie 1. Dus als u een aantal chauffeurs over de vloer krijgt en u vraagt van kijk, welke opleidingen heeft u reeds gevolgd? Of u komt van een bepaald bedrijf of u wilt veranderen van job. Zijn er een aantal zaken die u ons wilt meegeven wat u al gevolgd heeft? Dan gaat er ook op het attest dat de chauffeur heeft meegekregen een categorie vermeld staan. En rationeel rijden, dat zijn de opleidingen uit de categorie 1. Dat wil zeggen, als men dan later naar de gemeente gaat en men zijn opleidingen of zijn attesten gaat voorleggen, dan gaat mij minstens 1 opleiding uit de categorie 1 rationeel rijden moeten gevolgd hebben. 1 opleiding uit de categorie toepassen van de voorschriften is dan categorie 2. En 1 opleiding uit gezondheid, verkeer, milieu, dienstverlening en logistiek, dat is dan categorie 3. De andere 2 opleidingen zijn in feite vrij te kiezen, maar zitten ook vaak in de categorie 3 verweven. Dus dat op zich maakt dan niet uit. En je kan dus perfect 1, 2, 3 hebben en dan nog 2 keer 3 extra hebben. Dat is perfect mogelijk. Je kan ook opleidingen volgen die zowel vallen onder de categorie 2 of onder de categorie 3, worden dan getesteerd onder beide, maar vallen dan niet onder een van de verplichtingen. Kan eigenlijk perfect gebeuren. Rationeel rijden, wat zit daaronder? Dat zit, of alles te maken met opleidingen rond milieuvriendelijk rijden en defensief rijden. De fameuze praktijkopleiding, laat ons zo maar zeggen. Tot voor kort in de eerste nascholingscyclus was het niet verplicht om effectief praktijkopleiding te gaan doen. En men kon perfect in 1 week, van maandag tot vrijdag, opleidingen theorie gaan volgen. En dan uiteindelijk de week nadien zijn code 95 gaan verlengen. Nu heeft de wetgever gezegd van nee, kijk, zit je in de tweede nascholingscyclus of zit je sowieso in de cyclus waarna je rijbewijs hebt behaald na 1 februari 2013, dan zit je met de 3 uur verplichte praktijkopleiding. Dus dat bestaat vaak uit 4 uur theorie en dan effectief 3 uur achter het stuur. Achter het stuur en dan ook effectief als chauffeur op de openbare weg. Dus een opleiding, manoeuvreertechnieken, telt bijvoorbeeld niet mee als het wordt gegeven op privaat terrein. Het moet altijd op de openbare weg worden uitgevoerd. Milieuvriendelijk rijden, alles rond het besparen van brandstof bij vrachtwagenbestuurders of van vrachtwagens. Defensief rijden is dan meer gefocust op anticiperend rijden, veilig rijden, afstellen van de spiegels van de vrachtwagen. Heeft ook alles te maken met remafstanden en dergelijke.
veiligladingzekering en uitzonderlijk vervoer hebben dan meer betrekking op van kijk, welk type lading vervoer ik met mijn vrachtwagen, welke spanriemen, welke ratelspanners moet ik daarvoor gebruiken, welke voorschriften zijn er vandaag de dag van toepassing, is dat zo in België, zijn er andere regels in het buitenland, waar moet ik aan voldoen om uiteindelijk ervoor te zorgen dat alles conform de wetgeving vastzit, als ik controle krijg dat ik toch wel voldoe aan de laatste norm. Uitzonderlijk vervoer gaat er ook iets dieper op in, maar is dan ook iets meer specifiek voor de grotere bedrijven die dan met log en zwaar materiaal de baan op gaan. Toepassen van de voorschriften, dat is eigenlijk toch nog maar een beperkte groep van opleidingen, omdat daar niet veel mogelijk is op dit moment. Je zit daar met opleidingen rond rij- en rusttijden, de klassieker, het gebruik van de analoge en de digitale tachograaf. Toch wel een must-opleiding voor elke chauffeur, zeker chauffeurs die dagelijks de baan opgaan, omdat deze wetgeving toch ook wel regelmatig verandert. Vervoer van gevaarlijke goederen onder vrijstelling. Nu, er is vaak heel veel gediscussieerd van, kijk, moeten we de ADR-opleiding al of niet gaan onderbrengen onder de opleiding rond de code 95? Op dit moment is daar nog geen consensus over. Is er ook nog geen zicht op het feit dat dat gaat gebeuren. Men heeft wel de mogelijkheid gegeven om een opleiding te creëren voor chauffeurs rond ADR, maar dan meer een soort van basisopleiding voor chauffeurs die eigenlijk minder vertrouwd zijn met de ADR. Maar goed, het zit er eigenlijk ook bij als alternatief voor een opleiding rij- en rusttijden. Actualisering vakbekwaamheid, dat is een van de laatste thema's wat er is bijgekomen. En dat is eigenlijk een opleiding waar men 10 onderwerpen heeft en waarvan u er effectief maar 4 moet geven. Dat is eigenlijk het leuke eraan. Men gaat een beetje uitleg geven in deze opleiding over de vakbekwaamheid. Eigenlijk hetzelfde wat ik nu naar u doe. Maar dan specifiek voor de chauffeurs, van kijk, chauffeur, u zit in die situatie, u gaat u verdere stappen moeten kunnen ondernemen. Langs de andere kant heb je daar ook een opfrissing van de rijrusttijden in. Je zit daar een klein stukje opfrissing, ladingzekering in. Je hebt daar een stukje aslastendecreet in dergelijke opleiding. Dus er zijn heel veel combinatiemogelijkheden, laten we zeggen een beetje à la tête du client, die het mogelijk maken, de bedrijven die altijd opnieuw die basisopleiding, rij- en rusttijden en gebruik van de tachograaf te laten volgen. Maar dan, laten we zeggen, chauffeurs die dat 2-3 jaar geleden gevolgd hebben, een korte opfrissing te geven als één van de 4 onderwerpen die daaronder kunnen vallen in de actualisering vakbekwaamheid. En dan natuurlijk de categorie 3, dat is het grootste luik van opleidingen. Daar heeft u wel heel veel vrije keuze in de vakbekwaamheid. Heel uiteenlopende onderwerpen, fit en gezond. Ja, de chauffeur zit vaak veel in zijn auto, zijn vrachtwagen beter. Moet vaak lang de baan op. Kunnen we een aantal tips en tricks geven rond gezonde voeding, gezond eten. Maar uiteraard ook stress zit daarin. Vermoeidheid achter het stuur is toch ook niet onbelangrijk om daar toch een aantal zaken mee te geven. De klantgerichtheid. De chauffeur is altijd, laten we zeggen, zomaar het uitzend visitekaartje van zijn bedrijf. Dus klantgerichtheid is wel een hele interessante opleiding. Willen we de chauffeurs toch wat meer voorkomen gaan meegeven? Of een aantal tips en tricks, hoe ga ik beter om met klanten bijvoorbeeld? Ergonomie, ik moet je ook niet zeggen, veel heffen en tillen moeten chauffeurs toch nog vrij vaak veel doen. Kunnen zij een aantal technieken aanleren om, minder belastend met de rug dan te kunnen gaan werken? Ons stokpaardje, de wegcode, is ook toch wel iets dat regelmatig is veranderd. Ook voor vrachtwagenchauffeurs. We weten ook maar dat de snelheden sinds vorig jaar ook alweer veranderd zijn, aangepast zijn. Toch niet onbelangrijk om de doorwinterde chauffeur ook up-to-date te houden van de laatste nieuwigheden. Bijkomend heb je ook nog stressmanagement. Dat is dan effectief een opleiding rond stress. Hoe kunnen we stress gaan vermijden? Wat zijn de signalen van stress? En jammer genoeg ook een vrij hot thema is omgaan met agressie en het voorkomen van, illegale immigranten in de vrachtwagen. Meer en meer worden we daar ook mee geconfronteerd. En dat is een opleiding die de chauffeurs eigenlijk ook een aantal signalen meegeeft van, kijk, hoe kan ik ervoor zorgen dat de veiligheid in en rond mijn vrachtwagen kan
gegarandeerd worden? En als het dan effectief zou fout lopen, hoe kan ik daar op een normale manier mee omgaan zonder dat bepaalde situaties kunnen of gaan escaleren? En hoe ga ik daar dan best mee om? Allemaal toch wel heel interessante opleidingen in de Code 95 die ervoor zorgen dat de chauffeur, los van het feit dat hij destijds zijn rijbewijs heeft behaald, na de 35 uur toch een extra mooie bagage heeft meegekregen om dan terug de komende 5 jaar weer veilig, gezond, klantgericht, ergonomisch en toch, met voldoende kennis van de wegcode weer de baan op kan. Voilà, hij heeft de 5 opleidingen gevolgd. Hij heeft zijn rijbewijs destijds behaald, heeft alles in orde gebracht. Wat nu? Nu komt het belangrijkste, want met alleen de 5 opleidingen gaat hij er niet komen natuurlijk. Hij gaat die ook nog moeten gaan afgeven op de dienst rijbewijzen van zijn gemeente. En dan volstaat het eigenlijk gewoon om de attesten die hij heeft verkregen, gewoon aan te bieden aan de gemeente. Samen uiteraard met nog geldige medische keuring aan te bieden en zo zijn nieuwe code 95 op zijn rijbewijs te laten attesteren. Pardon. Nu, vandaag de dag heeft men eigenlijk de attesten principieel niet meer nodig. Het zijn de opleidingscentra die op basis van de gevolgde opleidingen, op basis van diens handtekening, zijn attesten gaan ingeven in een Kronos. Kronos is eigenlijk een soort van database systeem waarop examencentra toegang hebben, waarop geregistreerde opleidingscentra toegang hebben, om dan de personen op basis van een rijksregisternummer te gaan attesteren. Kronos is op dienstbeurt gekoppeld aan Mercurius, het centraal database systeem van steden en gemeenten in België. En dan als je gewoon naar de gemeente, gemeente gaat en men zegt van kijk, ik heb 5 opleidingen gevolgd, kunnen zij perfect zien wie, wat, waar, wanneer. En niet onbelangrijk in welke categorie u de opleiding heeft gevolgd. Als u minstens 1 opleiding in de categorie 1, 1 opleiding in de categorie 2 en 1 opleiding uit de categorie 3 heeft gevolgd, plus u voldoet ook aan de verplichte rijtraining en u heeft 35 uur gevolgd, dan kunnen zij u perfect een nieuw rijbewijs gaan afleveren dat terug met geldige code 95 klaar is voor de komende 5 jaar. Voilà. Ik begrijp dat er waarschijnlijk nog heel wat vragen van jullie zijn, dus ik zie die vragen dan heel graag tegemoetkomen. En nu geef ik het woord terug aan Inge Houben. Voilà, daar ben ik weer als alles goed is. U zou mij terug moeten horen en zien. Dus mochten er vragen zijn, stel gerust, ik kan het woord altijd teruggeven aan Philippe. Maar wat ik intussen doe, is jullie de weg wijzen naar onze site, waar jullie dit webinar kunnen terugvinden, waar jullie mogelijk ook nog met vragen terecht kunnen en ook zeer belangrijk, onze opleidingskalender, waar jullie de opleidingen vakbekwaamheid kunnen zien. Dus dit is onze site, dat is onze homepage. U ziet hier een knopje e-learning. Onder die e-learning klikt onmiddellijk open of vouwt onmiddellijk open het derde knopje, de webinars. Daar gaat u zien, als u daar scrolt later, de webinars die tot nu toe zijn plaatsgevonden. En hieronder gaat dan binnen dit en een uurtje of 2 het webinar van vandaag verschijnen. Met eenvoudige klik erop kan u dan alles opnieuw consulteren. Nu, ik zei net van het allerbelangrijkste is toch die opleidingen, code 95, die het VFU in samenwerking met VHB Rijscholen organiseert. Dus op onze homepage ziet u opleidingskalender. Wanneer u daarop klikt, kan u daar een provincie selecteren. Ik neem hier als voorbeeld de provincie Oost-Vlaanderen. Zoek. U hoeft daar niet speciaal op een bepaald opleidingstype te klikken. Dat mag. U mag daar van mij gerust transport of logistiek ingeven. Maar u mag ook gewoon de provincie. Als u de provincie aangeeft, kan u trouwens al onze opleidingen zien staan. Dat is wel makkelijk. En in dit geval, als u dan naar onder scrolt, voilà, hier zijn we. De nascholing in het kader van vakbekwaamheid voor chauffeurs C en CE.
zeer belangrijk, met praktijk. Als u de uitleg van Philippe net goed heeft binnengekregen, dan zal dat betekenen dat u hiermee ook weet dat al uw chauffeurs die die vakbekwaamheid hernieuwd moeten hebben, sowieso goed zitten als ze de praktijk erbij volgen. Ook degenen die niet verplicht zijn praktijk te volgen, zijn natuurlijk welkom om het toch te volgen. Wanneer u daar klikt op detail, dan kan u alle in- en outs zien van de opleiding, waar die plaatsvindt, om hoe laat, wie de opleiding namens het VFU uitvoert. Voor ons is dat VAB Rijscholen. En daar waar u zich kan inschrijven. Ik begrijp van Stefanie dat u mijn scherm niet ziet. Maar dat is geen nood. Ik kan het ook zo gewoon voor u herhalen. Dus u gaat naar onze site, Vormingsfonds voor Uitzendkrachten. U klikt op de opleidingskalender en u kan alle opleidingen zien staan. Ik kijk nog even naar Stefanie of ik terug het scherm kan krijgen. Even kijken. Lukt het zo voor jullie nu? Ik kijk even op het scherm van Philippe. Nee. We kijken intussen wat het probleem zou kunnen zijn. Philippe, krijg jij ondertussen vragen binnen? Ik kreeg inderdaad een aantal vragen binnen. Ja. Wat ik voorstel om te doen, is dat ik dan het woord terug aan jou geef, zodanig dat jij op die vragen kan antwoorden. Oké. Iedereen kan mij horen? Iedereen kan mij horen? Oké. Ik lees nog even een van de vragen voor. En de vraag komt van Jokke van den Abelen. Hoe kan ik controleren of een persoon zijn rijbewijs voor de eerste keer of voor de tweede keer wenst te verlengen? Staat dit op het rijbewijs? Dat staat inderdaad op het rijbewijs. Sowieso als de persoon geen code 95 heeft, dan kan je ervan uitgaan dat de code 95 ofwel te oud was, laat ons zo maar zeggen, of nog niet van toepassing op het rijbewijs staat. Maar je kan effectief ook het vooral zien op de deadline van de code 95. Staat daar 9-9-2016 nog altijd op, dan mag je ervan uitgaan dat de code 95 nog niet verlengd is, als hij zijn rijbewijs heeft behaald van voor 10 september 2009. Kan u, of ziet u vaak van, kijk, er is een rijbewijs behaald na 10 september 2009, bijvoorbeeld in 2013, dan moet u daar bijvoorbeeld 5 jaar bij tellen. Dan ziet u daar ook de deadline. Maar in principe is het altijd zichtbaar op het rijbewijs, dus achteraan. En u kan dat ook vaak merken aan de verlenging van de medische keuring. Maar als u daar nog een specifieke vraag rond hebt, zijn we ook altijd met veel plezier bereid om het rijbewijs eventjes onder de loep te nemen en jullie daar ook een aantal adviezen rond te geven. Ik lees nog een andere vraag van Margot van Limbergen. Ik lees even voor. Hè. Er wordt vaak gezegd om dan elk jaar een opleiding in te plannen. Is dat nuttig? Indien ze dit jaar 1 module zouden volgen van 7 uur, is deze opleiding nog steeds geldig over 5 jaar? Wanneer hij zijn rijbewijs zal moeten vernieuwen? Nu, het is sowieso heel nuttig om elk jaar minstens 1 opleiding te volgen. Ik ga u zeggen waarom. Heel veel chauffeurs, maar niet alleen chauffeurs, heel veel bedrijven stellen eigenlijk het volgen van de opleidingen nogal uit. Men heeft net de opleidingen gevolgd. Men zegt van, kijk, er is ofwel geen budget of we willen toch eventjes wachten om dan het gros van de opleidingen te volgen de laatste 2 jaar of zelf in het jaar van de deadline. Nu moet weten, we zijn ongeveer met een 80.000 chauffeurs in België. Als iedereen dezelfde redenering heeft dan, of toepast, dan gaan we allemaal in het voorlaatste of het laatste jaar opleiding volgen. En dan creëer je eigenlijk een soort van trechter. Heb je een beetje file richting opleidingsplaatsen. En
Dat is eigenlijk niet goed voor, niet voor de chauffeur en uiteraard ook niet voor de opleidingscentra. Het is vaak ook dan niet meer mogelijk om dan een opleiding te kiezen de welke je het liefst zou volgen. Heel veel opleidingen zitten dan al vol en dan wordt er eigenlijk ook noodgedwongen voor opleidingen gekozen of twee keer voor dezelfde opleiding gekozen, al was het maar om aan de kredietpunten te geraken. Maar nu nog veel belangrijker wil ik ook meegeven dat de praktijkopleiding er ook is. En de praktijkopleiding is een opleiding, hebben we daarnet ook gezien, van 3 uur praktijk met voorafgaand 4 uur theorie. Waar men eigenlijk vroeger 1 theoretische opleiding kon geven aan 20 personen tegelijk, zit je met de praktijkopleiding op individueel vlak bezig. En als iedereen wacht tot de deadline, of tot een jaar voor de deadline, dan creëer je een enorme wachtlijst voor chauffeurs en dan dreigen eigenlijk chauffeurs puur zonder werk te vallen, omdat er gewoon geen mogelijkheid is om hen op dat moment te kunnen bedienen in zaken de praktijkopleiding. Dus ik zou zeggen, kies vooral jullie praktijkopleidingen in het begin en liefst niet op het einde. Nu is er nog veel ruimte. Zijn er nog mogelijkheden om ook zelfs te gaan werken op basis van vooropgestelde data, voorkeursdata van de bedrijven zelf? Als we dat nog 2-3 jaar verder zien, dan vrees ik dat we terug een beetje een probleem gaan hebben zoals dat we dat ook 1,5 jaar geleden hebben gehad. Waar men eigenlijk, wat op het einde het zelf niet meer uitmaakte, welke opleiding dat men ging volgen. En ook wel een beetje spijtig, omdat dat ook wel niet de bedoeling is van de Code 95. De bedoeling is om nu net de chauffeur meer bagage, meer interessante zaken bij te brengen dan eerder de verplichting op te leggen om daar 7 uur aanwezig te zijn. Kijk nog eventjes of er nog andere vragen zijn. Ik lees hier nog een vraag van Reza. Wanneer iemand dat in de bouw heeft gewerkt zonder professionele doeleinden, zijn rijbewijs C zonder vakbekwaamheid voor september 2009 heeft behaald en zich nu kandidaat stelt voor een job in de privé als chauffeur, moet hij dan enkel zijn 35 uren doen of zijn volledige vakbekwaamheid behalen? Dat is inderdaad een heel goede vraag. Nu, iemand die voor 10 september 2009 zijn C-rijbewijs heeft behaald, die heeft automatisch de vakbekwaamheid. En zijn deadline is zoals alle chauffeurs 10 september 2016 geweest. En hij hoeft enkel en alleen 35 uur opleiding te volgen. Is het de eerste keer dat hij de opleidingen zal volgen? Dat wil zeggen dat zijn code 95 nog altijd staat op 2016. Dan is het sowieso voldoende om enkel en alleen 35 uur opleiding te volgen qua theorie. Daar zit de praktijkopleiding nog niet in vervat. Dat is pas voor de tweede keer als men zijn vakbekwaamheid gaat verlengen. Dus een goede vraag voor bouwchauffeurs inderdaad. Hebben ze nog het rijbewijs van voor 10 september 2009, dan hebben ze automatisch een verworven recht als het gaat over vakbekwaamheid. Alle andere chauffeurs hebben destijds, na 10 september 2009, de keuze moeten maken, rijbewijs C zonder vakbekwaamheid. Herinner u nog de eerste slide, rijbewijs C zonder vakbekwaamheid of rijbewijs C met vakbekwaamheid. Ik ga naar een volgende vraag van Joke. Ik lees ze even voor. Blijven de behaalde kredietpunten 5 jaar geldig of gaat de termijn van 5 jaar pas in bij de afhandeling van het rijbewijs? De kredietpunten die je behaald hebt, blijven 5 jaar geldig, maar de termijn loopt pas vanaf het moment dat je die kredietpunten ook op de gemeente hebt verzilverd. Dat wil zeggen, als ik op 5 januari mijn nieuwe code 95 heb aangevraagd en ik krijg mijn rijbewijs en die zegt van kijk, 6 januari plus 5 jaar is de geldigheid van mijn code 95, dan is binnen 5 jaar, 7 januari, dat niet meer geldig. Dus dan moet je wel opletten dat je altijd terug 5 jaar in de tijd gaat. Is het meer dan 5 jaar, dan vervallen die kredietpunten wel degelijk. Hè. In de eerste cyclus was dat niet zo. En toen had je een overgangsmaatregel van 7 jaar. Hè, had je opleidingen gevolgd in 2010. Verzilverde je je kredietpunten voor 10 september 2016. Dan was er geen enkel probleem. Ging men iets meer dan 5 jaar terug in de tijd. Nu in de tweede cyclus, of voor alle nieuwe chauffeurs,
daar kijkt men maar naar 5 jaar. Dus na het behalen van het rijbewijs, plus 5 jaar, moet je dus de 35 uren gevolgd hebben. Alles wat daarachter volgt is niet meer geldig of gaat men 5 jaar terug in de tijd en kan het zijn dat er al opleidingen zouden kunnen vervallen zijn. Dus daar moet je wel zeker rekening mee houden. Goed, ik ga naar een volgende vraag van Aniek. Dus je kunt je opleidingen volgen tijdens de periode van 5 jaar en pas op het laatste moment naar de gemeente gaan om dit te verzilveren. Dat klopt inderdaad. Dus als je nu zegt van kijk, ik wil er snel bij zijn, ik wil de 5 opleidingen in 1 keer volgen, dan hoef je niet onmiddellijk naar de gemeente te gaan, want de gemeente gaat uw opleidingen attesteren van op het moment dat je dus uw kredietpunten gaat binnenbrengen. Dus ik zou zeggen, kijk altijd goed naar de deadline van uw code 95 op uw rijbewijs. Is uw deadline bijvoorbeeld, ik zeg zomaar iets, 1 oktober, en u gaat naar de gemeente een week daarvoor met uw kredietpunten die u de laatste 5 jaar hebt verzameld, dan zit je effectief wel heel goed. Ik zou zeggen, ga ook niet te vroeg naar de gemeente, want dat heeft eigenlijk ook niet veel zin. Dus je moet in principe niet wachten tot het einde van de termijn om alle opleidingen te volgen. Vandaar ook is het aangeraden, 1 opleidingsdag per jaar is perfect. En dat belast ook, laten we zeggen, minder de bedrijven. Zeker op het einde moet je ook rekening houden dat je al je chauffeurs, als ze niks gevolgd hebben, een week moet missen. En nu worden er nog vaak opleidingen georganiseerd op zaterdag of het weekend. Maar in de toekomst toe, zeker naar het einde toe, zijn dat weekopleidingen. En in de transport is het niet altijd evident om 1 chauffeur misschien wel, maar geen 30 chauffeurs de ganse week vrij te maken. Dus daar zou ik toch wel zeker rekening mee houden. Spreiden is de boodschap, is echt wel aan te raden. Want dan gaat de chauffeurs ook geen stress hebben op het einde. Want niet alleen de kredietpunten moeten dan allemaal verzilverd worden, maar ik kan u verzekeren, steden en gemeenten worden overstelpt in een periode van deadline. En dan kunnen de wachtlijnen ook daar soms tot een week, 2, 3 weken oplopen als men in 1 keer 20, 30 nieuwe aanvragen krijgt van chauffeurs om een rijbewijs te gaan verlengen. Dus we hebben het al eens meegemaakt. Ik zou zeggen, we raden alle chauffeurs aan om tijdig hun code 95 te gaan verlengen. Laat ons zeggen, kijk naar de deadline, maar als u een maand of 2, 3 voor de deadline alle rijbewijzen, alle opleidingen heeft gevolgd, alle attesten heeft bijgevoegd, ga dan naar de gemeente, maar wacht niet totdat iedereen aan de voordeur staat van de gemeente om zijn rijbewijs te gaan verlengen, want dan ga je waarschijnlijk met een aantal problemen zitten. Goed, ik zie dat er verder geen vragen meer zijn. Dan geef ik het woord terug aan Inge. Ziezo. Ik begreep dat sommigen van jullie daar straks niet goed konden zien wat ik precies op de site deed. Mij wel zagen, maar de site niet. De site is belangrijker. Nu, geen nood. Niet alleen krijgen jullie straks in de loop van de dag het webinar nog eens doorgestuurd of de link er naartoe. Verschijnt die op de site. Maar ik zal ook zorgen dat de link naar de opleidingsmodules op de site bijgevoegd wordt en ook de link naar het webinar zelf. Rest mij niks anders dan jullie allemaal. We waren met een grote groep vandaag, waar we heel blij mee zijn, nog een prettige dag te wensen. En bedankt voor jullie deelname aan dit webinar.